ik heb het boek gelezen, Die Zeitenboomlerin van Leonie Faber. Ik was eigenlijk onlangs in Berlijn en ik was op zoek naar een leuk Duits boek. En ik was zomaar een Duitse boekenwinkel binnengestapt en ik heb dat boek daar gevonden. En het sprak mij aan, omdat het ging over iets dat ik eigenlijk niet vaak lees. Het ging over een oudere vrouw die eigenlijk juist gescheiden was van haar man. En die daardoor... Ze is in de journalistiek. En zij ging een soort van wereldreis maken om allemaal mensen te gaan interviewen voor haar werk. En ze zag dat eigenlijk niet zo goed zitten, maar uiteindelijk heeft ze dat toch gedaan. En het is een beetje een reis om haarzelf terug te vinden. Want ze is juist gescheiden en zo van haar man. En ze is het allemaal een beetje kwijt, de weg kwijt. En daarom heeft ze ervoor gekozen om die reis toch te maken. Ik vond het een mooi boek, omdat het heel spontaan verteld is in Duits. Ik begreep het ook heel goed, ondanks dat Duits niet mijn moedertaal is. Het was heel vlot geschreven en het was mooi.